Montardi, Montardi, welkom bij een nieuwe vlog. We starten vandaag een nieuwe vlog en ik heb echt iets super leuks om te laten zien aan jullie. Oké, we starten allereerst met mijn oh zo schattige schelpenhoekje. Kijk, is wat leuk. Deze schelpjes heb ik zelf gevonden. Deze zagen jullie laatst al, daar is een apart verhaal bij, maar goed. Deze heb ik dus echt zelf gevonden bij het strand, bij Playa Hundo als het goed is. En deze ook allemaal, die blijft echt zo gaaf. En voor de rest heb ik nieuwe palmpjes in mijn huis. Echt zo blij mee. Dit zijn dus echte palmboombladeren. En die zijn nu dus super hard. En die heb ik in een pot met aarde gedaan. En dan ziet het er dus uiteindelijk zo uit. Nou, ik ben er zo ontiegelijk blij mee. Abnormaal. Voor de rest ga ik van de week deze stoeltjes een andere kleur geven. Want ja, iemand die voor mij in dit huis verbleef, die heeft deze stoeltjes deze ontiegelijk lelijke kleur gegeven. I really do not get it. For real. Ja, ik vind het echt wel gelijk. Elke keer als ik er naar kijk, dan denk ik... En ook hier is die kleur helemaal lelijk geworden. Nou, het zijn gewoon afgrijzelijke stoeltjes, dus ik snap het niet. Ik zie dat ze echt zijn gespoten, want die poten die hebben gewoon dezelfde kleur als dat lelijke kleurtje. Nou, dat kan gewoon niet. Ik zie er nou naar te kijken. Ik denk, nou ja. Moet je kijken, het is toch afgrijzelijk daar beneden. Nou, je gaat mij niet vertellen dat ik dit niet een andere kleur mag geven. Kom aan. Dus soms zit ik foto's te maken en dan kleur ik het in met bewerkprogramma's. En dan kijk ik welke kleur het mooiste zou staan bij deze woning. En ik ben uitgekomen... in overleg met Lisa op een beetje crème-achtig bruin, camel-achtig of oud-roze. Ik weet het niet zeker, want het ligt er ook aan wat voor kleur ik mijn gordijnen ga geven. Dit zijn dus speciale gordijnen die niet te veel licht doorlaten. En omdat ik dus wel eens nachtdienst heb, is het super handig. Want ja, als ik dan in de middag moet gaan slapen, dan helpt dit gewoon tegen het licht. Er moet nog zoveel gebeuren aan het huis, maar stapje voor stapje... komen we verder. Ik ben trouwens ook naar HomePlus geweest. Daar heb ik even handdoeken gekocht. Deze waren iets goedkoper dan de normale. Zoals ik al in mijn vorige vlog had laten weten, zijn handdoeken hier super duur. Echt, ik zag ze vandaag ook weer voor 18 gulden per stuk. What the hell? 18 gulden voor een handdoek. Nou, je bent geschift in je hoofd. Seriously. Ik heb dus wc-papier gekocht, want dat had ik nodig. En, waar is het andere nou gebleven? Oh ja, hier. Ik heb een... nieuw douchegordijn. Yay! Nou, let's go. We gaan er meteen aan de richel hangen, als het lukt. Ja, het douchegordijn die ik nu heb is natuurlijk echt niet mooi. Ik bedoel, wat is dit nou weer? Dan heb ik daar zo'n leuk plantje neergezet en dan komt dit om de hoek kijken. Ik weet, het is Curaçao, maar alsnog, ik kan het gewoon naar mijn eigen stijl maken. Dus ik wil het gewoon een beetje aanpassen. Als het goed is, zou je het er gewoon easy niet af kunnen halen. Even kijken. Dit is één. Voilà. Oké, goed. Dit is dus één zo'nzelfde soort douchegordijn met een oud-roze kleurtje. Ik hoop echt dat het leuk staat. Oh my god, als jullie eens de echte kleur konden zien. Meh. Maar goed, er moet nog heel veel veranderen. Dit kastje namelijk moet helemaal een andere kleur krijgen. Ik denk ook wit. Ik wil hier andere dingetjes voor in de plaats. Dit moet een mooi plekje krijgen. Ach, er moet zoveel gebeuren. Zo, en het is momenteel avond. En ik heb echt de hele dag niks meer gedaan. Dan alleen maar een film gekeken op bed. En ik ga nu slapen, want ik heb echt mijn rust nodig. Ik heb nog geen planning voor morgen. Dat zie ik dan wel. Maar I really need my rest, dus ik ga even gedag zeggen voor vandaag. Ik heb heel weinig gevlogd vandaag trouwens. Ja, maar goed, hopelijk morgen wat meer. Misschien ga ik mijn vlog wel meer verdelen over een aantal dagen, maar goed, dat zien we wel. In ieder geval, slaap lekker. See you tomorrow. Goedemiddag, goedemiddag. Want dat is het alweer, het is alweer middag. Ik heb me heel eventjes omgekleed, mijn make-up gedaan als een schooier. Ik ga namelijk verf kopen voor die afgrijzelijke kleur stoeltjes. Ik hoop echt dat ze het hebben. Ik wil namelijk echt die stoeltjes een andere kleur gaan verven. Het voordeel van Curaçao, je kan alles verven wat je wil, want het is toch zo droog. Outfitje van vandaag, een lange broek. Mijn nieuwe balance's met oranje en grijs. Een grijze bandeau top. Volgens mij van de H&M. Dus dit is het voor vandaag. Het zou me niks verbazen dat ik het hartstikke warm ga krijgen. Maar goed, ik ga in en uit. Er is airco in die winkel, dus ja. Volgens mij neem ik dit witte tasje mee. Hartstikke leuk. En dan ja...
even foto's maken van die stoeltjes. Want ik heb sowieso hulp nodig in de winkel. Ik ga dit niet alleen aankunnen. Dus het lijkt mij het beste dat ik even wat foto's maak van de dingen die ik echt nodig moet hebben. En dan zullen die mensen vast wel goed advies kunnen geven. Oké, we zitten momenteel in de auto terug van Kooiman. Dat is het bouwcentrum van Curaçao. Eigenlijk is het gewoon de karwei, maar dan heet het Kooiman. Vorige keer heb ik ook bij Kooiman mijn witte verf gehaald, die ik nog steeds niet heb gebruikt, maar goed. Ik heb nu dus 3 flacons spray gekocht voor het verven, of het sprayen, van mijn stoelen. Ik heb nog nooit ook stoelen gesprayed, nog nooit leer gesprayed, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet zeker of het mooi gaat worden, maar goed, we gaan het zien. En ik heb ook nog eventjes een andere boodschap gedaan, die ik ook moet laten zien. Dus ik zie jullie zo thuis. Oké, ik zet heel even de camera neer. Nou heb ik allereerst gekocht naturel chips, want ja, ik had nog wat lekkere dipjes hier thuis en wat sausjes. Dus ik dacht, ja, ik kan beter naturel nemen dan Doritos, wat ik altijd neem. Dus vandaar deze. Dan heb ik yoghurt gekocht. Dan heb ik ongebrande noten gekocht, een nootjessetje. En ik kreeg de tip dat ik dadels moet gaan eten voor meer energie. Toen dacht ik, oké, let me go get some freaking dadels. And I'm gonna take one right now. Want mijn energy is very low. Oh ja, en natuurlijk een pit erin. Daar heb ik zelf een zware hekel aan. Dus guys, kijk maar even goed. Dit is before. Oké, ik heb momenteel heel even de ramen opengezet. Dat is het gedeelte. Daar zijn de stoeltjes. Die moeten dus naar buiten. Zo zwaar zijn ze niet. Dus ik denk dat het wel moet lukken. Maar goed. Ja, we gaan het zien. Ik ben wel een beetje bang, want ik denk dat het misschien zelf niet gaat passen. Maar goed, let's see. Oh my god, misschien zit het wel beter eerst. Maar dit heeft ze echt niet netjes gedaan. Er zitten hier gewoon vlekken op. Let's go. Oké, als iemand me zo ziet, die zal wel denken, what the fuck is she even doing? Maar goed, ik ben super excited. Ik zou ook niet weten waar we dit moeten gaan doen. Dus ik ga denk ik maar gewoon het kussen eerst doen. En die leg ik dan maar op dit tafelkleed. En dan spuit ik het hier om te kijken wat het gaat worden. Maar ja, als het dus mislukt, dan heb ik dus een kussen met een andere kleur. Geen tijd verspillen, let's go. Oh my god. Het droogt toch wel op. Oh. Oh my god. Oh my god, you're killing me. Is het iets kapot? Oh my god. Wat een disaster. Hij is kapot. Oh nee. Ik krijg sowieso op mijn kop. Goed, we zitten momenteel weer in de auto. Ik heb een beetje een déjà vu van net. Ik moest namelijk terug naar Kooiman omdat ik te weinig spuitbus had. 1 spuitbus namelijk van de 3 was kapot gegaan. Dus die heb ik moeten omwisselen. En toen had hij er nog maar 2 staan. Toen heb ik echt gekeken. En toen zagen wij boven nog een extra doos met almondkleur. Toen dacht ik, ah! I'm drinking my Cola Zero. I love it so much. Vanavond weer nachtdienst. Ik moet eigenlijk gaan slapen, maar goed, te weinig tijd voor, helaas. We zijn zojuist teruggekomen van Kooiman. En ik heb nu de 2e stoel buiten gezet. Ik zit even te kijken of ik de laagjes wel mooi vind. Ik ga heel even het verschil laten zien. Oké, dus dit is nu de stoel geworden. Hij is nog niet helemaal af natuurlijk, want er moet nog een laag overheen. Binnen moet nog gedaan worden, maar goed, je ziet de kleur. En dit is, ja, de oude versie. Nou, sorry, maar ik denk dat dit toch wel 100 keer zoveel beter past in het huis dan die lelijke groene. Het hoeft niet perfect te zijn, maar het gaat er gewoon om dat het kleurtje leuk is. Dus ja, daar ben ik hartstikke druk mee. Dus ik ga hier nu mee verder en dan laat ik zo even het eindresultaat zien. Nou, oh my god, guys. We zijn zo ver gekomen dat we de stoelen compleet niet meer groen zien. Ik ben zo blij met deze kleur. Echt, I love it. Oh my god, ik heb er gewoon nog nooit zo spokerig uitgezien. Mijn neus is wit. Mijn kin is wit. Ik lijk wel een of andere geest of zo, joh. Oh, en het komt allemaal door dat spuiten, hè. Oh my god, wat erg.
Ik ga dus nu even een ziekelijke lekkere douche nemen. Oh, kijk dat wat erg. Maar goed, dat was ik. Ik ga dus nu een douche nemen. Daarna ga ik eten. Dan ga ik heerlijk slapen. En dan begint mijn nachtdienst alweer. Dus laten we niet te lang treuzelen. Want anders dan ben ik weer super moe de hele nacht. Hey guys, goedemorgen. Ik zit hier momenteel met de deur open te chillen in mijn loungehoek. Wat het in ieder geval gaat worden binnenkort. Ik was even aan het kijken naar de stoeltjes die ik heb gespoten. Dus ik wil ze naar binnen halen. Ik vraag me alleen af hoe ik dat ga doen. Want ik heb ze natuurlijk via dit hier naar buiten gekregen. Dus nu moet ze ook weer via hier naar binnen. Maar ja, toen hadden ze nog een oude kleur. En ik ben een beetje bang dat ik ze misschien ga aantasten als ik iets raak. Dus hoe ga ik dit nou doen? Wacht heel even, ik heb een idee. Wat nou als ik deze stoel, deze lelijke krakkemikkige stoel, daar neerzet? Aha, perfect. En dan laat ik het hier opkomen. En dan doe ik hem hier rustig eraf. Dan doe ik wel even deze tafel naar achteren. Even het zo schuiven. En dan zou het goed moeten komen, denk ik. Lekker kaal hier. Oké, goed. Ik ga heel even de camera neerzetten. Zoals ik voorheen had neergezet. Zodat jullie kunnen zien hoe dit de sensor gaat plaatsvinden. Het is zoveel mooier. Oh, ik zweet helemaal. Prachtig zeg. Oh my god, I love it. Zo, oh my god. Ik vind dit zoveel beter. Wow. Ah, maar goed, ik moet er even bij zitten. Want ik begin weer helemaal te zweten. Oeh, 30 graden volle zon. Oh my god. En dan stoelen naar binnen sjouwen. Hier bewegen. Nou guys, het is zover. Ik lig lekker in bed. En ik ben eventjes aan het kijken voor decoratie. Ik zie zoveel mooie kussenhoesen. Waarvan ik denk, oh my god, die passen perfect in dit huis. Kijk, dit vind ik ook super leuk. Het is een beetje een bohemian-achtig steltje. €7,75 per kussensloop. Moet je wel de juiste size hebben. Dit is dan weer iets te kitscherig. Ja, daar ben ik niet zo van, als ik heel eerlijk ben. Zoiets vind ik gewoon echt super mooi eigenlijk. Dit niet echt. Daar ben ik niet zo van. Dit vind ik ook wel leuk op zich. Om eentje er zo tussen te hebben. Eentje die er dan weer uitspringt. Dit is ook leuk trouwens, zeg. Maar die worden uiteindelijk gewoon heel vies, denk ik. Omdat dit dan weer zo plat wordt. What is that? What is that? Ja, ik ben echt een zware fan van koeienkleden, koeienhuid en alles wat erbij komt kijken. I love it. Oh my god, ik vind het zo mooi. Ja, dit is het gewoon. Ja, dit vind ik echt wauw, geweldig. Nou, doe er maar één in. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben al een tijdje wakker. Demi en ik gaan zo meteen ontbijten bij Number 10 Curaçao. Ik denk dat ik die plek nog niet eerder aan jullie heb laten zien. Het is een soort binnentuin waar je heerlijk kan lunchen. Ik ga er zo meteen meer over vertellen als ik er ben. Ik moet nog wel echt superveel aan mezelf doen. Ik moet mezelf nog opmaken, mijn haar even leuk doen. Ik wil mezelf echt heel eventjes leuk de deur uit laten gaan. Want ik voel mezelf echt zo'n nachtuil of een vleermuis die de hele tijd binnen hangt vanwege mijn nachtdiensten. Dus ja, ik wil vandaag echt even als een mami chula pachula de deur uit. En ik doe dit mooie blauwe met witte jurkje aan. Hij komt trouwens van de Zara. Maat XS, geloof je het zelf? Maat XS, geloof het zelf. Ik heb maat M. Dit jurkje valt echt apart. Goed, en dan kies ik voor deze witte sandaaltjes om eronder te trekken. En dan zijn we wel klaar. Dus ik ga even snel mijn dingetje hier doen, want ik heb nog een half uur om alles te doen. En dan gaan wij. Let's go. Oké dan, we're here, bitches. Oh my god, zo cute dit. Hele leuke ingang dit zo. Oké, let's go. Ik heb honger. Wat lekker, Amy. Ja. Wat heb je genomen? Een breakfast burrito. Ja, onze borden zagen er wel ietsjes mooier uit net. Maar goed, ik ben helemaal vergeten dit op camera te zetten. Dus nu hebben we een beetje schooie borden. Maar ik ga hier een afbeelding plaatsen van hoe het er nou eigenlijk uitzag. Ja, je kan hier dus heerlijk chillen, eten, drinken, ook werken als je dat zou willen. Want er zijn gewoon working spots. Dus eigenlijk kan je hier van alles doen om gewoon even tot jezelf te komen. Ja, place to be, you should check it out. Ik had trouwens ook een super lekkere ijsthee. Ja, en Demi die zei dus dat zij niet van de ijsthee is. In ieder geval ben je niet van de homemade ijsthee, hè? Ik vind het wel super lekker. En het is ook lekker koud. En er zat ook een soort van, ik weet niet wat dat is, een vruchtje in. Wat is dat? Appel. Appel? Oh. Ja, toch? Ja, ik denk het. Het maakte het in ieder geval super refreshing. Goed, het is tijd om nog even te genieten en dan zie ik jullie zo weer. Be right back. Oh, echt. Ik de deur op slot doen. Goed, guys, ik ben zojuist thuisgekomen van een heerlijke dag met Demi.
Ik bedenk me net dat ik echt super weinig heb gevlogd, maar er zit een reden achter. Die ga ik zo even aan jullie vertellen. Maar eerst wil ik even wat leuks aan jullie laten zien. Ik heb nieuwe plantjes gekocht voor bij mijn stoelen. En dit is echt een heel mooi oranje geelachtig plantje. Ik weet niet wat voor soort het is, but I love it. En dit is gewoon een groene palm. Ik wilde hier nog een hoog tafeltje erbij gaan plaatsen. En dan met een klein beeldje erop of iets in die richting om het nog net iets meer helemaal compleet te maken. Zoals eerder in mijn vlog had ik kussenslopen bekeken, dus die komen daarvoor in vervanging later. En voor de rest wil ik daar nog eventjes wat dingen op gaan hangen. Daar komen nog plankjes, die gaat uiteindelijk weg. En nu komt de klapper. Ik heb een salontafel gekocht. En daar ben ik echt super blij mee. I love it. Ik heb meteen die spiegel een andere kleur gegeven. De lampenkap vervangen. Ik heb een extra placementje erbij gekocht. En ja, dit is het zo'n beetje. Daar zijn mijn kaartjes. Ik vind dit zo leuk. Ik heb het kleedje uit mijn slaapkamer eronder gelegd. Ja, en voor de rest vind ik dit echt gewoon super leuk. Misschien dat ik dit nog een andere kleur ga geven. Want ja, ik heb niks grijs verder in mijn woning. Maar het staat ook wel weer fris aan de ene kant. Ik weet het nog niet zeker. Maar goed, storytime. Dit tafeltje heb ik gehaald met Demi samen bij een vrouw die allerlei leuke spulletjes voor in huis verkocht. En als ik het heb over leuke spulletjes, bedoel ik dus spullen die hier moeilijk te krijgen zijn. Of die hier gewoon immens duur zijn. Dus die je eigenlijk beter tweedehands kan kopen, wat ik nu dus heb gedaan. Op een gegeven moment liep ik daar in en uit en ik was super enthousiast aan het kijken wat ik daar kon vinden. En toen voelde ik ineens iets wat ik één keer eerder in mijn leven heb gevoeld toen ik in de DA liep. In mijn middelbare schooltijd. En dat was een flauwvalgevoel. En ik wist eigenlijk meteen hoe laat het was. Want ik heb hier vrijwel nooit last van. Dus ik herkende het meteen. En ik dacht, oh my god, ik ga zo meteen van mijn stokkie. Als ik nu niet wegga. Dus ik dacht, nee sap, hou je rustig. Maak je niet te druk. Ga gewoon zo meteen het geld halen. Want je kan hier toch niet pinnen. Dan ben je er even uit. Dan haal je misschien iets bij de supermarkt. En dan gaat het gevoel weg. Het duurde allemaal wat langer. En je weet hoe de tempo hier op Curaçao gaat. En we waren aan het praten over de betaling. En ik voelde echt steeds meer dat gevoel omhoog komen. Het kwam dus terug. Dus ik dacht bij mezelf, ja, dit gaat niet goed. Dus en die vrouw was met Demi aan het onderhandelen qua prijs. En ik dacht alleen maar, ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg. Ik dacht echt, oh. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga dit niet meer trekken. Dus toen zei ik, sorry, ik moet heel even gaan liggen hier op de grond. Als jullie het niet erg vinden, anders ga ik van mijn stokkie. En toen liep ik eigenlijk zo al richting de vloer. En toen zakte ik al door mijn benen. En toen ben ik gaan liggen. En toen heb ik mijn benen omhoog gedaan. En toen ging het gevoel langzaam weg. En toen is Demi bij de supermarkt snoepjes voor mij gaan kopen. En toen heeft die vrouw water aan mij gegeven. Een koekje, zodat ik veel suiker binnen kreeg even. En toen heb ik daar een tijdje gelegen. En toen, ja, was ik net op tijd. Anders was ik echt flauw gevallen. Maar goed, alles goed gekomen. Maar ik voelde me wel de rest van de dag een beetje misselijk en een beetje sloompies. Dus ik heb heel weinig gevlogd. Excuses daarvoor. Maar goed, anyway, ik ga nu eventjes wat eten maken, als ik dat heb, überhaupt. Lekker. Dit is kipschnitzel krokant. Ik ben super benieuwd, want zo'n keukenprinses ben ik niet. Dus ik ga dit klaarmaken en dan ben ik heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. Daarna gaan we douchen en lekker vroeg slapen, want morgen heb ik een hele leuke dag voor de boeg. Ik ga namelijk met Made op de boot, want haar vader viert zijn verjaardag en er zijn allemaal leuke mensen uitgenodigd. Dus ik wil daar wel eventjes good looking voor zijn. Heel out of the blue ook. Echt, ze nodigde me heel last minute uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Echt een leuke planning. Dus ja, ready for it. Morning everyone. Oh my god, mijn make-up zit gewoon nog op mijn gezicht. Maar goed, zo ben ik gisteravond in slaap gevallen. Ik ben net wakker. Ik ga mezelf zo meteen helemaal klaarmaken. Mijn haar doen. Because I'm really excited for the boat day. Ik ben op Curaçao nu al een tijdje. En ik heb nog steeds niet op een boot gezeten. En dat wil ik zo graag. Dus ik ben echt... Zo, ik heb me heel eventjes klaargemaakt. Yay! Make-upje gedaan, haar gekruld. En het is 10:10, dus ik heb echt nog genoeg tijd om mijn outfit uit te zoeken. Oké, even kijken. Wat moet ik überhaupt aan? Altijd dezelfde struggle. Oké, dus dit is hem geworden. Ik draag een roze tie-dye bikini van Shein. Very cute. En hij laat mijn huidskleur echt uitkomen. Ik had eerst nog een andere donkere aan, maar ik dacht nee, deze valt echt beter op. Dus ja... Dit is hem geworden. Oké, we zijn zojuist onderweg naar Mood Beach. Daar heb ik afgesproken met Made. En ik heb afgesproken bij de bar. Zij was al onderweg, dus ik zei tegen haar, ik kom er nu ook aan. Dus ik denk dat we ongeveer hetzelfde tijdstip aankomen. Het is gekomen. Looking hella fine. Looks a bit like a Greek dress. Ja, hè?
Ja, echt een beetje Griekse stijl op Curaçao. Heel leuk. Ik was hier om precies 10:30. Made is nu gekomen, dus we gaan nu de boot op. Een paar mensen zijn al opgestapt, so let's get it. Ik ben even in bed gaan liggen. Ik moet trouwens ook nog even mijn make-up eraf halen. Maar goed, dat doe ik zo wel. Ik ben zo moe. Ik heb zo'n leuke dag gehad. I loved going on the boat. I went on a jet ski. We had drinks. We had lovely food. Ah, I loved it. Goed, ik ga de vlog afsluiten. Ja. Ik ga de vlog afsluiten, want ik ga, als ik mijn make-up eraf gehaald heb, lekker slapen. En dan ga ik morgen beginnen met het opnemen van een nieuwe vlog. Zodat ik alweer snel kan beginnen met editen. Jullie weten hoe het altijd gaat. Vergeet deze video niet te liken als je het leuk vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ga lekker slaapje doen. Night. Tot later. Zie jullie snel. Bye. Mama, he did it again.